Hallo en welkom, groetjes uit Turijn. En we gaan weer even het verslag doen van de 8e speelronde, die gespeeld is van de 16 tot en met 18 oktober. Nou, er waren twee big matches. De eerste big match was tussen Juventus en Rome. Daar laat ik me gelijk maar mee beginnen. Dat was op de zondagavond. En het was Allegri tegen Mourinho. Hè. De licht werd aan de kant gehouden vanwege een licht spierprobleem. En dus werd het oude, vertrouwde duo Bonucci en Chiellini opgesteld. En Rome kwam wel goed uit de startblokken. Was ook gevaarlijk in de buurt van een doelpunt. Maar deze keer was Chesney weer helemaal op top. En hij hield alles tegen. Het was echt niet meer de twijfelende keeper van de eerste wedstrijden. Dus dat zat wel goed. En in de 16e minuut gaf Cuadrado een lange paas op links. Die werd aangenomen door de Cilio. En die gaf een perfecte voorzet. Die werd ingekopt door Betancourt. Die tegen de hoofd van Keane kopte. En waardoor die eigenlijk de bal in het doel gooide. En hij dus de doelpunt op zijn naam kreeg. Ja, 5 minuten voor rust raakte Chiellini de bal een beetje ongelukkig kwijt aan Abraham. En die dribbelde door tot het strafschopgebied. De bal werd voor zijn voeten weggehaald door Danilo. Die bal kwam terecht bij Mkhitaryan. En die werd onderuit gehaald door Szczęsny. Strafschop. Nou, er was nog wel een hele discussie over geweest daarna. Want de bal ging daarna bij Abraham en die schopte hem erin. Maar ja, de scheidsrechter had gefloten en dus moest er een strafschop worden genomen. Nou, Abraham wilde hem eigenlijk wel zelf nemen, want hij was er zo dichtbij geweest. Maar ja, de specialist is Verretut, want die heeft al 13 keer gescoord uit 13 strafschoppen. Dus stond hij achter de bal. Szczęsny sprong een beetje naar links en een beetje naar rechts. En uiteindelijk naar dezelfde hoek als de bal. En het lukte hem om de inzet van Verretut te stoppen. En uit de rebound werd ook niet gescoord, want daar zorgde Chiellini wel weer voor. Die als eerste bij de bal was. Nou, na 20 minuten moest Rome ook Zaniolo wisselen, want die was opnieuw geblesseerd. En in de tweede helft kreeg Juventus gelijk de kans op de 2-0. Maar de mooie omhaal van Bernardeschi was centraal en werd gestopt door Rui Patricio. Ook de inkomende Keane kon er niet van profiteren en schoot de bal hoog over. Rome kreeg ook nog twee kansen met Verretut en Vina, maar die beide schoten gingen naast. En toen kwam Arthur er ook nog in voor zijn eerste wedstrijd dit seizoen. Maar hij kreeg alleen maar een paar vrije trappen mee en verder niks om aan te duiden. Vlak voor tijd was het weer Abraham die actief was en de bal kwam bij Cristante terecht. En zijn schot werd door Bonucci nog net van richting veranderd, waardoor hij naast ging. En er werden daarna nog veel overtredingen gemaakt en ook gele kaarten uitgedeeld. Maar er werd slechts 3 minuten extra tijd gegeven. Waarin verder niks gebeurde en Roma niet voorbij of gelijk hoogte kon komen. Dus de eindstand is 1-0 voor Juventus. De derde overwinning op rij met 1-0 na de overwinningen tegen Chelsea en de derby tegen Torino. En dat alles gebeurde dus zondagavond in dit stadion wat we dus hier op de achtergrond hebben. Bij een mooie zonsondergang, want het is prachtig weer. Nou, de tweede big match was tussen Lazio en Inter en daar gebeurde ook van alles. En in de 12e minuut werd Barella onderuit gehaald door Isai en dus kwam er een strafschop. En die werd koel door Perisic ingeschoten, 0-1. Die stand bleef staan tot de rust, ondanks dat Lazio wel wat groeide. Maar het leek voor Inter allemaal wel netjes te gaan. Maar in de tweede helft bleef Lazio de druk opbouwen en in de 64e minuut kregen ze een strafschop voor een heensbal van Bastoni. Ja, Immobile die nam hem en hij scoorde de gelijkmaker 1-1. Daarna werd er veel gewisseld, maar het was in de 81ste minuut Philippe Anderson die de rebound van een schot van Immobile erin schoot, 2-1. Nou, er waren veel protesten in het veld, er was vecht allemaal, we zagen zelfs nog gele kaarten en Dumfries en De Vrij allemaal in de scrimmage. Maar het was in de extra tijd zelfs nog Milinkovic-Savic die de 3-1 voor Lazio scoorde. En ondanks het slotoffensief van Inter, waar zelfs De Vrij nog probeerde te scoren, zijn schot werd ook geblokt. En de eindstand was 3-1. Waardoor Inter dus op 7 punten achterstand komt van Napoli. Milan krijgt Verona op bezoek, die na de trainerswissel zeer sterk speelt. En ook deze keer tegen Milan gingen ze weer sterk van start en scoorden ze na de 7e minuut al met Caprani. En in de 24e minuut kregen ze een strafschop die door Barak werd gescoord, waardoor het al op 0-2 stond.
Nou, in de rust kwam Giroud erin en begon Milan aan een soort van Mission Impossible, de remontada zeg maar. En maar in de 59e minuut was het Giroud die voor de 1-2 scoorde. En in de 67e minuut kreeg Milan een strafschop die door Kessie werd gescoord, dus het was 2-2. Nou, later kwam ook nog Ibrahimovic erin. En zijn dreiging alleen al was voldoende om een voorzet van Castillo door Gunther in eigen doel te scoren. 3-2. En Milan was op dat moment weer op de eerste plaats met 1 punt voorsprong op Napoli. Die de zondagmiddag Torino op bezoek zou krijgen. Ja, de Gazzetta was natuurlijk lovend over Milan. Hè. Milan, zijn koninklijke hoogheid Milan. Van 0-2 naar 3-2 en ze blijven weer aan kop, ze komen weer aan kop. Verona die maakte de Rossoneri van Milan, de rood-zwarte van Milan bang. Maar in de tweede helft komt Giroud erin en die lijkt de rimonta, hè, de terugkomst. En ook Ibra komt er nog in. En Pioli zegt, we hebben veel gescoord, geconstrueerd met een grote ploeg. Nou ja, Inter, zoals ik dus al had gezegd, perde la partita la testa. Dus Inter verliest de wedstrijd, maar ook zijn hoofd. Helemaal door dolle. Ze spelen goed, maar voor een uur. En daarna komt Anderson terug. En ook... Die scoorde trouwens met Di Marco die geblesseerd op de grond lag. Dus daar hebben we ook weer ruzie over gemaakt. Nou, hier zit je Dumfries in de scrimmage. Zelfs Handanovic zit er nog tussen in een puinhoop. En nou ja, zoals gezegd, Napoli-Toro. De Caccia Grossa. Dus de zondag. Toen kwam Torino op bezoek bij Napoli. En nou, de wedstrijd ging gelijk op. En Torino, ja, net als in de derby eigenlijk. Hadden ze toch wel een goed spel en ze waren zelfs sterker. Hadden eigenlijk wel recht op een voorsprong. Maar de doelpunten bleven uit en ze gingen met 0-0 de kleedkamer in. Nou, in de tweede helft veranderde niet veel. Torino was sterker, maar kon niet. En Napoli die kon wel, maar het lukte dus niet om tot scoren te komen. En pas in de 81ste minuut werd een mooie actie van Napoli op het veld gelegd. Tak, 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 tak. En toen Torino de bal weg wilde schieten, kwam de bal via de rug van Elmas hoog in het strafschopgebied, waar Osimhen tak inkopte voor de 1-0. En er werd nog extra tijd gegeven, veel extra tijd zelfs, 7 minuten. Maar er kwam verder geen doelpunt meer en het bleef dus 1-0 voor Napoli. En die blijft records vestigen. 8 wedstrijden, 8 overwinningen, 24 punten. En nou ja, Milan dus weer op de 2 punten achterstand. Atalanta moest op bezoek bij Empoli. En nou ja, het werd een doelpuntrijk duel. In de 11e minuut en in de 26e minuut was het Idicic, die weer helemaal in vorm is. En die 2 keer scoorde, 0-2. Empoli deed nog iets terug met Di Francesco in de 30e minuut, die de 1-2 scoorde. Maar in de tweede helft werd er een eigen doelpunt van Viti. Eigenlijk dus 1-2. De voorzet kwam van Kopmeiners en Pazalic kopte naar Zapata die het eigen doelpunt veroorzaakte. Dus 1-3. In de 89ste minuut was het nogmaals Zapata die de eindstand op 1-4 zette. En nadat er eerder nog een strafschop was gemist door Ilicic die op zoek was naar de hattrick, maar dat lukte dus niet. Hij schoot de bal hoog over. Dus de eindstand van Atalanta-Empoli is 1-4. Spezza die krijgt Salernitana op bezoek in een degradatieduel. Nou, je zou verwachten dat Salernitana wel de goede trend van vorige week zou doorzetten. En ze gingen ook goed van start. Ze kregen een kopbal op de lat. Maar in de 39ste minuut was het Zimi die een dribbel maakte en een doelpunt scoorde. 1-0, 0-1 voor Salernitana. Nou, in de tweede helft kwam Spezza goed terug met Stelen, die in de 51ste minuut. Strelic die maakte in de 51ste minuut 1-1. En Spezza die bleef aanvallen op zoek naar de winnende treffer. En die kwam uiteindelijk in de 76ste minuut door Kubalenko, die er 2-1 van maakte. Een prachtig kaartschot in de rechterbovenhoek. Cagliari Sampdoria. Nou, dat. Zou je verwachten dat Sampdoria wel weer overwinning gaat binnenhalen. Maar Cagliari was al meteen na 4 minuten op voorsprong. Dankzij een doelpunt van João Pedro. Onze Braziliaanse topscorer van Cagliari.
En ze gingen lekker door. Ook tegen het einde van de tweede helft was het Casares die in de 74ste minuut de 2-0 maakte. En toen kwam Sampdoria eindelijk terug met een doelpunt van Torsby, al 8 minuten voor tijd. Maar in de extra tijd, in de allerlaatste minuut, in de 94ste minuut, was het weer João Pedro die de 3-1 maakte. En dat was de definitieve eindstand. En dat betekende dus ook gelijk de eerste overwinning voor Cagliari in dit seizoen. Oké, Udinese-Bologna. Ook een spannende wedstrijd. Ging allemaal heel erg gelijk op. Bologna was wel wat gevaarlijker. Met name dankzij zijn goede speler Barrow, de youngster die ook bij Bologna de topscorer is. En hij was inderdaad die in de tweede helft in de 67ste minuut voor de 0-1 zorgde. Maar Udinese is dit seizoen blijkbaar geabonneerd op gelijk spelen. En met name gelijke spelen in de laatste minuten. Want ook deze keer in de 83ste minuut was het Beto die gelijk maakte 1-1. En daardoor een puntendeling tussen Udinese en Bologna. Bij Genoa Sassuolo was de uitblinker bij Sassuolo Scamacca. Die al in de 17e minuut voor de 0-1 zorgde. En 3 minuten later de 0-2 scoorde. Nou, dat zag voor Genoa dus niet zo goed uit. En met name het feit dat ze de officiële overdracht zijn gedaan naar de nieuwe Amerikaanse investeringsgroep 777. Wilden ze toch wel wat laten zien. En nou, ze kwamen inderdaad sterk terug dankzij Destro die een prachtig seizoen aan het spelen is. En in de 27e minuut nog voortijd de 1-2 scoorde. Nou, dat bleef heel lang staan. In de tweede helft gingen ze nogal aanvallen, maar ze kregen het niet voor elkaar om te scoren. En ook Sassuolo kon de knock-out niet scoren. En in de 90ste minuut was het uiteindelijk Vasquez van Genoa die de 2-2 scoorde, waardoor de punten ook in Marassi gedeeld werden. En allebei met 1 punt verder gaan in deze Serie A. Nou, de allerlaatste wedstrijd van deze 8e speelronde werd op maandag gespeeld. En die ging tussen Venezia en Fiorentina. Nou, Fiorentina had natuurlijk een unieke kans om 4 ploegen in 1 keer voorbij te gaan. En op gelijke hoogte te komen met Rome. Door een overwinning. Maar het wilde niet lukken. Waarschijnlijk was die druk toch te groot voor ze. En het was Venezia die in de 36e minuut via Aramu op een 1-0 voorsprong kwam. Aramu is inmiddels al betrokken geweest bij 3 doelpunten. Hij heeft 2 keer gescoord en 1 assist gegeven. En is dus wel een topspeler bij Venezia. De beste speler van alle nieuwe ploegen in de Serie A dus. En nou ja, ondanks het aandringen van Fiorentina. Ze kregen het niet voor elkaar om een tegendoepen te scoren. En nou ja, dus de eindstand 1-0. Waardoor Fiorentina op de 9e plek blijft staan met 12 punten. En als we dan verder naar de stand kijken, zien we dat Napels dus nog steeds bovenaan staat met 24 punten. Milan daar op 2 punten achter op 22. En Inter daar weer een stukje achter op 17 punten. Rome 15 punten. De groepje met Lazio, Atalanta en Juventus allemaal 14 punten. Bologna op 12. En zoals gezegd, Fiorentina is ook op 12. Udinese op 9 punten. In de tweede rijtje aan de rechterkant Empoli 9. Torino, Verona, Sassuolo, Venezia allemaal op 8. Spezia 7. Sampdoria met 6. Genoa en Cagliari ook op 6. En op de onderste plek nog steeds Salernitana. Oké, dat was de 8e speelronde. We gaan gauw verder met de 9e speelronde, want die is ook alweer gespeeld. En er wordt ook alweer een midweekse 10e speelronde gepland. Dus de volgende speelronde is met 2 big matches. Inter Juve, de Derby d'Italia. En ook Roma Napoli, die gaat bepalen wie er aan kop komt. Groetjes uit Turijn en tot de volgende keer.